Tokyo, Baghdad, New York. Ja, ja, ook in wereldstad Doesburg zijn sinds 2008 living statues ofwel levende standbeelden te vinden. Tijdens de Hanzefeesten waren al living statues wedstrijden voor kinderen in Doesburg. Om mee te doen is een leuk idee wat je gaat uitbeelden de basis. Zoek daarbij de kleding en de giem uit en ga op 7 juni een half uur per keer als levend standbeeld staan. Dat kan natuurlijk alleen, maar ook met een vriendje of met een vriendinnetje. De aandacht en bewondering van het publiek is je beloning en misschien val je ook nog in de prijzen. Deze twee schakers zijn daar een mooi voorbeeld van. Eerder is er al een filmpje gemaakt hoe ze dit bedacht hebben. En ook deze Rembrandt zie je terug in het filmpje. Vanmiddag gaat Niels bij Merlijn spelen. Ze hebben om 1:30 afgesproken en hij is precies op tijd. Ze besluiten te gaan schaken. Niels speelt zwart, Merlijn is wit. Onder het schaken vertelt Niels over de Hanzefeesten van vorig jaar. Al die toeschouwers en mensen verkleed in middeleeuwse kostuums. Ook waren er living statues. Levende standbeelden. Hij stelt Merlijn voor of ze dit jaar ook mee zullen doen als levend standbeeld. Dat lijkt Merlijn een leuk plan en hij stelt voor om zijn oma te vragen of die wat verkleedkleren heeft. Dan kunnen ze als schakers optreden. Oma denkt dat ze nog wel wat heeft en ze gaan op speurtocht door het huis. Hier zien jullie Anthony. Anthony gaat als professional, dat wil zeggen iemand die voor zijn beroep, als levend standbeeld optreden. Eerst gaan haar haren onder een mutsje, omdat er straks een pruik op moet. En gaat ze zich verder opmaken. Alles moet wit. Oren, neus, wenkbrauwen mooi zwart maken, de lippenstiften. En hier zie je haar broek met schoenen. Dat is van linnen en dat is wel 7 keer met verf bewerkt, zodat het heel stug wordt. Een jak, een pruik, een mooie beret, de kraag en de cape. Waar gaat ze nou op lijken? Dit lijkt wel een schilder. Juist, het is Rembrandt. Nu terug naar de jongens. Niels gaat in het zwart. Oma gaat eens kijken of ze voor hem een zwart jasje kan vinden. Nou, die jas past hem eigenlijk best wel goed. Merlijn kijkt zo en denkt, wat krijg ik nu? Dat moet dus allemaal wit zijn. Voor hem is er ook een wit shirt. En kijk eens in de spiegel. Ze lijken er al aardig goed op. Nu moeten ze nog een plekje vinden waar ze kunnen oefenen. Ze besluiten om naar de tuin te gaan. In de tuin zetten ze 2 stoelen en een tafeltje neer. Nou moet er nog een kleedje over. En natuurlijk het schaakbord.
Niels heeft zwart, even draaien. Goed zo. En Marlijn gaat wit. En nu maar oefenen. En als je het heel goed doet, dan kun je er ook nog wel wat mee verdienen. Niels en Marlijn hebben een hele leuke dag gehad als levende standbeelden. Trouwens Rembrandt ook. Wil jij ook een keer meedoen met Kids Living Statues, alleen of met een groepje? Dat kan op de komende 7 juni tijdens de Doesburg Bruist. Tussen 11 uur en 4 uur 's middags mag je je eigen standbeeld zijn. Je krijgt door de organisatie een plaatsje aangewezen en mocht het nodig zijn, dan zijn vrijwilligers om je te helpen. Je staat een half uur als beeld en dan mag je weer een half uur rusten. Voor het middageten en wat drinken wordt gezorgd. Er zijn mooie prijzen te winnen en de uitreiking daarvan is om 4:30 bij Delicasa winkel. Er zijn maar 25 plaatsen beschikbaar. Dus als je mee wilt doen, dan moet je wel snel inschrijven bij Delicasa in de Kerkstraat of op de website van Delicasa. We zouden het geweldig vinden om jou ook als levend standbeeld te mogen zien in de stad op 7 juni.